SZF-cliënten kunnen nog steeds terecht bij Brama Dialyse Centrum voor hun behandeling. Enkele dagen geleden is er op social media een bericht gedeeld dat per 4 juni dialyse niet meer mogelijk zou zijn voor SZF-cliënten. Amar Ranjit Singh, directeur van het Staatsziekenfonds, zegt dat er goed overleg is met de directeur van het dialysecentrum. De dienst was gestopt omdat het bedrijf nog gelden moet ontvangen van 2015. Onze medisch directeur is bezig hoor, met Joy. Dus het komt goed met Joy. We hebben 2 weken respijt gevraagd om zaken uit te zoeken. Want het is veel uitzoekwerk. En met Joy hebben we goed overleg hieromtrend. Dus we gaan onze patiënten niet in de kou laten. Wij lossen met Brama zeker op hoor. Want we hebben goed overleg met meneer Joy. Ons medisch directeur doet alles eraan om zaken helemaal weer glad te trekken. Dat was Amar Ranjit Singh, directeur van het Staatsziekenfonds. Hij benadrukt dat SZF-cliënten normaal voor hun behandeling naar Brama Dialyse Centrum kunnen.